Ik ben Johannes Schwarz en gebruik fotografie als mijn medium. Ik laat een boek zien en dat heeft de titel Tiergarten. Het gaat over het dierenvoer in een dierentuin. En dat is eigenlijk een beeld van mij geweest voor het bekende onbekende. Dingen die wij, waarvan we weten dat we ze niet kennen of niet begrijpen. De vraag is natuurlijk, kan de leeuw zelf beslissen wat hij wil? Nee, natuurlijk. En dan komt een soort interessant grijs gebied waar wij speculeren of projecteren over hoe de natuur, hoe de wereld moet zijn en tegelijkertijd het beste met de wereld voor hebben. Die ambitie tussen een soort oprechte zorg die we hebben en oprechte angst die we hebben. Dat spanningsveld tussen zorg en angst, dat vind ik ongelooflijk interessant. Ik denk dat het dierenvoer een mooi voorbeeld daarvan zou kunnen zijn om dat uit te beelden. Eigenlijk, als je heel streng bent, het gaat nooit over dat wat op je foto staat. Maar het is een soort aanleiding om opnieuw over na te denken. Hoe over dit en dit te denken, hoe naar dit en dit te kijken en welke rol je daar zelf in speelt. Dat is eigenlijk waar mijn werk over gaat.